Marcelo. Ja, doelpunt. Hè? Hij zit erin. Dan is er toch wel even enige opluchting hoor. Militao, de verdediger, is er voor nodig. Maar dan is het ook zover. Voetballen lukt het niet, maar dan is vaak een spelhervatting of het vervolg van een spelhervatting prettig. In dit geval dus Marcelo, die weet dat de lange verdediger nog voorin is. En de manier waarop hij hem afmaakt, dat verraadt natuurlijk wel enige klasse. Kijk, want hij staat tussen de drie verdedigers in. Nou, twee eigenlijk heel kort bij. Daar in die hoek waar ook nog een hoofd van een tegenstander was, wegkoppen. Weer die bal voor de goal en nu zit hij er wel in. Ja, je kon er natuurlijk op wachten. En het is Solbes, de verdediger, de invaller, die dan uiteindelijk die 1-1 maakt. Ja, ze worden natuurlijk steeds gevaarlijker. En Real verzuimt om deze wedstrijd tot een goed einde te schieten. En dan komen er momenten en dit is dat moment. Kijk maar, bal wordt doorgekopt en dan staat hij helemaal vrij. Het goede doorkoppen en dan is er... En Saibe, Diakite. Onun pası savunma orayı kapattı ama atak devam edecek. Ceza sahası dışı, güzel hareket. Bir de pas, Diakite ortaya ve toparlarda, ve toparlarda, ve toparlarda. İkinci gol geldi. Lionel Casanova, Zidane şaşkın, şok var şok. El Coyao'da şok var ama şok Real Madrid'in payına düşen duygu. Ev sahibinde coşku var. Ev sahibinde zafere bir adım kala duygusu var. 2000 oldu. 10 kişiyle oynayan Al Coyano Los Galacticos karşısında Real Madrid önünde 2-1 önde. İşte pozisyon böyle gelişti. Diakite bu nefis hareket belki de golün habercisiydi. Ortaya bu dokunuş ikinci golü getirdi. El Coyao'da Al Coyano 2-1 önde.